Katrien Keil heeft naar verluid geweigerd om de presentatie van de talkshow Sophie en Jeroen over te nemen als permanente vervanger van Galit Kasem. Volgens Keil is de talkshow te partijdig en beperkt in de vragen die gesteld kunnen worden. Ze geeft aan dat de talkshow Sophie en Jeroen vrijwel helemaal gescript is en dat alles voorgeproduceerd wordt volgens de wensen van de redactie. Katrien weigert een dergelijke benadering en geeft aan dat haar rol als sidekick, waar ze zich vrijer kan uiten, veel leuker is. Hoewel Katrien Kel wellicht geschikt zou zijn voor de rol, is ze terughoudend vanwege de beperkingen die ze ervaart bij BNNVara. Ze benadrukt dat ze nooit binnen de lijntjes heeft willen kleuren en dat ze dat ook niet zal doen. De 77-jarige presentatrice uit haar onvrede over het ontbreken van een eigen programma, wat ze toeschrijft aan haar leeftijd. Ze vermoedt dat haar leeftijd een rol speelt, hoewel men dit niet direct in haar gezicht zal zeggen om discriminatie te voorkomen. Ondanks deze teleurstelling blijft Keil positief en zegt dat ze een heel leuk leven heeft.